Het Repair Café zit al 5 jaar in het pand van Stapal op het Otto Diekeplein. Het Spectrum runde het buurthuis, maar heeft de huur opgezegd. En nu staat het Repair Café op straat. Zo dus ook zaterdagochtend tijdens de laatste bijeenkomst van het seizoen. Dat klopt. Wij zijn eigenlijk de dupe geworden van de organisatie Het Spectrum. Die hier het buurthuis runde. En die vonden het niet rendabel genoeg om daarmee verder te gaan. En die zijn gestopt tijdens de coronaperiode. Ja, want door de corona moesten jullie een kleine pauze inlassen. Hè? Maar nu begrijp ik dat jullie helemaal niet meer door mogen gaan. Ja, dat klopt. En was dat van de een op de andere dag is dat beslist. En kregen wij bericht dat we onze spulletjes moesten opkomen halen en moesten stoppen. Dus toen hebben wij gemeend omdat wij altijd in juli en augustus stoppen. Dus eigenlijk was dit de afsluiting van ons seizoen. Om daar toch even een punt van te maken. En vandaar dat we de vrijwilligers gevraagd hebben of ze genegen waren om vandaag te komen. Om buiten, op straat gezet, toch een soort van repaircafé te doen. Nou, de mensen die hier de reparaties niet kunnen doen ter plekke, die nemen het mee naar huis. Gaan het thuis repareren. En brengen het, dan kunnen de mensen volgende week weer opkomen halen. Dus het initiatief is echt, ik vind de inzet van de vrijwilligers is fantastisch. Wij hebben daar ook vragen over gesteld. En wat wij het meest kwalijke vinden is, je gaat iets sluiten, maar er is geen alternatief. Nou heb ik inmiddels begrepen van degene die dit repaircafé opgezet heeft, dat ze inmiddels wel bezig zijn, wel hier in het centrum, om te kijken of ze naar een andere plek kunnen. Maar wij vinden dat een beetje het paard achter de wagen spannen. Ga eerst met de mensen en de bewoners van het pand die zij al jaren in gebruik hebben. En ga dan eens kijken waar je naartoe kan als alternatief. We zijn met verschillende locaties hier in gesprek. Maar waaronder ook Stapal, want ook dat wordt straks natuurlijk weer opnieuw geëxporteerd. Dus we hebben besloten om de eerstkomende 2 maanden geen beslissingen te nemen, maar gewoon echt eventjes af te wachten wat er gaat gebeuren. Daar moet echt een plekje voor gevonden worden. Ik heb begrepen dat ze plus minus 100 vierkante meter nodig hebben, want ze hebben ook nog een weggeeftafel. Het is niet alleen reparatie, maar ook een weggeeftafel wat ze hebben. En los van het feit dat er dingen gerepareerd worden, is het ook nog eens een keer het samen zijn. Want als je ziet hoeveel mensen hier nu zijn en een bakje koffie drinken en een praatje maken met elkaar, ja, daar doen we het allemaal voor.